Mijn naam is Marjolein Moorman, wethouder en lijsttrekker van de PvdA Amsterdam. En vandaag was ik samen met ons Kamerlid, Hap de Moede Hoop, op gelijke kansentour in Amsterdam-Zuid. We begonnen bij Bakker Jambe op het Van der Helsplein. Ze serveren daar de allerlekkerste koffie en biologisch brood. En dat wordt gemaakt door jongeren met een verstandelijke beperking. Hier krijgen zij de begeleiding die ze nodig hebben en de kans om volwaardig mee te doen. Enorm belangrijk. En wie ook heel belangrijk zijn, zijn de vrijwilligers van Stichting Heen en Weer. Zij brengen ouderen die niet meer zo mobiel zijn in deze mooie groene autootjes naar plekken waar ze naartoe moeten. Hierdoor kunnen ze alle leuke dingen blijven doen die ze willen. En tot slot gingen we langs bij twee superbelangrijke stichtingen. Stichting SINA staat voor Samen is niet alleen. Alle mooie projecten die zij doen zijn gericht op gezinnen die in armoede leven. En regelmatig hebben ze ook contact met de stichting Single Supermom. Zij helpen alleenstaande moeders met alles waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Dit soort initiatieven zijn echt onmisbaar. Kortom, het was een hele leuke en indrukwekkende middag samen met Hap de Moe in Amsterdam-Zuid. En volgende week gaat mijn gelijke kansentour verder en dan gaan we naar Amsterdam-Zuidoost. Tot dan! Thank you.